Hey kijkers, Onze Games. Welkom bij het nieuwe. Ja, jullie hebben in de titel gezien. Weer eens eindelijk weer eens een aflevering in de DHD-server. Het heeft lang geduurd, maar het had zijn redenen. Nou. Ja, we wouden wachten tot deze awesome en echt awesome spawn af is. De bouwer, ja, die hoorden jullie nou al. Die staat te popelen om te zeggen dat hij het gebouwd heeft. Dus, Jackie? Twee keer aan de wie. Nou ja, ik wil niet zeggen alles, maar als we kijken even achter het bordje. Achterop. Dat weet ik helemaal heel leuk te vinden namelijk. Gemaakt door en hartelijk dank aan. Het staat in volgorde van wie het meest gedaan heeft. Oké, dus Aan heeft het meest gedaan. Okay. Nightjar, Jarmo, Master Sushi. Oh, Master Sushi. Hallo, Master Sushi. Oké. Bodie, Stijn B8, nee, dus Stijn Foe. Hallo, Stijn Foe. David KL, hojo. En Sirazer. Nou, Sirazer kan iedereen wel. Dus ja, maar het ziet er echt top uit. Geef eens een kleine rondleiding. Hey Joey, ben jij hier ook, man? Nee. Ik zag Jerry, dus dan denk je van, laat ik maar eens kijken. Bish. Kijk. Normaal als je dan slash spawn doet, dan kom je hier terecht. Kijk hier. Kijk, dat is wel meestal de bedoeling, alleen sommigen hebben blijkbaar die bag. Oké, hoe dan ook. Nou, kleine rondleiding. Zwier aan voor jou links kijken. Dan zien we het eerste huis dat ik moest bouwen hier zo. En dat is een leuk huisje. We gaan niet altijd op in de details. Nee, we gaan prachtig. Gewoon even kijken, we gaan overal snel langs. Oké, okay, ja, nou, vooruit. Wie heeft die ballonnen eigenlijk gemaakt? Ik weet eigenlijk niet wie die gemaakt hebben. Die waren ook van het een op de andere avond, waren die namelijk, toen we ermee bezig waren. Dus... Oké. Okay. Volgens mij Stijn, maar ik weet niet zeker. Stijnvoer, maar dat weet ik niet zeker. Wie heeft die gemaakt? Die heb ik gebouwd. Ja, ik vind het wel leuk dat het in een berg is gebouwd, weet je wel? DHB. Moet het niet DHD zijn, maar er staat DHB. Ja, jongen, je weet toch wel wat DHD's logo is, of niet? Oh, nee. Ja, natuurlijk ben ik wel zo zeggen. Daar staat nou... Ja, laat maar, ik zeg niks. We gaan lekker verder. Wat ben je nou? Oh. Nou, en we hebben ook allemaal easter eggs in de spawn verwerkt terwijl ze het bouwen. Nou, deze is heel grappig, alleen daar heb je 9 mensen voor nodig, wil je die open krijgen. Ja, die easter eggs, dat gaan we gewoon een keer een speciale aflevering voor doen, ja? Ja, maar dan weet je hoeveel mensen... Oké, is goed, dan doen we dat later. Dan doen we gewoon een keer een speciale aflevering. Als mensen dat graag willen, om de easter... Ik leg hem even neer, wacht jongens. Voor mij is mijn... video setting, ik zal even mijn... chunks even net iets lager zetten, 1 op 9. Oh, dat is jammer, want dan mis je het grootste gedeelte, maar oké. Okay. Ah, lopen we even 4 nog naar beneden toe, dan gaan we even gewoon door naar het dorpje toe. Ik bedoel... Je kan ook nog even naar links afslaan hier zo langs bij het houttakskamp en de bar. Daar ben ik langs gegaan, want via deze kant ben ik eigenlijk naar beneden gegaan. Omdat ik gravel hier zag, ik denk van nou, dan moet ik hier vast zeker naar beneden. Ja, het is een beetje onduidelijk met die paden, dat moet ik even achteraf een beetje toegeven. Ja, dat had ik niet zo heel slim gedaan eigenlijk, maar dat maakt op zich niks uit. Maar in ieder geval als je hier dus naar boven gaat... Hey, maar Jerry, ja? Had je me niet kunnen vertellen dat hier ook smurfen wonen? Ja, dat is wel een heel leuk detail aan een boom, wow. Of niet? Klop. Ja, dat is hebben Joey, de grootste smurf van allemaal. Ja, toch. Smurf Joey. Maar mooi. Maar we gingen langs, hè? Ja. Oh ja, kun je nog even naar boven lopen, dan moet je zelf weten. Naar boven lopen. Hier rechts kan je een drankje halen. Oké, barman. Hallo, barman. Waar is de bar dan? Waar is de bar? Biertje. Bier. Oh jammer, no permission. Ja, dat gaat over. Oh, jammer. Nee, maar het ziet er echt, het ziet er al leuk uit, echt waar. Ja, echt, nou ja. Mooi gemaakt. Ja, oké. Okay. Gaan we daarheen? Vooral die, ik vind echt die bomen vind ik wel awesome. Die bomen? Ja, ze zijn net van die raketten die de lucht in willen. Nee, al geintje. Nee, maar ik denk dat de meesten die bomen nog wel herkennen van mijn kerstspecial, want dat lijkt er wel een beetje op als die kerstboom moet staan. Ja, die boom die kerstboom van jou had ik toen ook gemaakt inderdaad, ja. Maar meestal als ik een beetje boom maak, dan wordt het meestal zoiets, ja, dus... Ja. Hoe dan ook, klop nog even hier naar beneden dan of zo, of niet? Zien nou, waar ben jij nou? Want ik raak hier soms gedwaald. Oh ja, nou daar, kijk hier. Ja. Wat is Joey nou? Joey. Ik kom een of andere manier naar beneden springen. Oké. Okay. Serieus? Ja, ik zie jullie daar. Hier, ik sta in die boom. Oh ja. Nou, de paden heb ik trouwens ook aangelegd. Auw. De paden heb ik ook aangelegd, grotendeels. Nou, het zegt me gewoon bijna alles. Het ziet er echt nice uit, serieus. Echt. Ja. Mooi gemaakt, ook compliment aan de andere bouwers natuurlijk. Het ziet er echt, absoluut, want dit kleine dorp hier beneden, dat hebben anderen weer gemaakt. Want dat hebben Jarmo gemaakt bijvoorbeeld. Nice. Even kijken, ik weet niet precies wie wat gemaakt heeft hoor trouwens. Dus
Maar voor deze kleine huisjes als het goed is allemaal van Jarmo. Echt medieval, hè? Ja, weet niet. Nou, het is een stijl tenminste. Beetje wel, beetje wel. En wat is dat daar dan eigenlijk? Dat weet ik niet. Dat was er al toen ik begon. Ik was ietsjes later begonnen al met bouwen hier. Ze waren al een dagje bezig toen ik begon eraan. Oké, maar ja, genoeg details over de spawn. Ik denk dat dat ook uitgebreid wel op de DHD, of op de dagelijkse D-kanaal wordt gedaan. Ja, maar niet door de bouwers. Niet door de bouwers, nee. Dat dus degene die hier naar kijken, die hebben wel een unieke ervaring. Want die krijgen gewoon een rondleiding door degene die dit hele mogelijk gemaakt. Dat is wel zo, ja, dat klopt, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon allemaal abonneren op Gonzi Games in plaats van... Ja, ook vooral voor tutorials en dat soort dingen over wat we hier allemaal gaan bouwen, wat we gaan maken. Maar we gaan eens even naar onze nieuwe plekje, want ja mensen, we moesten weer helemaal opnieuw beginnen, want dit is de 1.7 wereld. De 1.6 wereld is er nog wel, alles staat er nog, alleen we konden onze stuk niet meenemen. Dus we zijn helemaal weer opnieuw. We hadden vandaag wel een hele kansloze poging geprobeerd. Ja, daar ben je iemand dood. Hè? Oh goddamn, ik had een stuf. Ah, dan valt het toch weer... Ah, dat is Justin weer. Die gaat echt... Op één dag gaat hij van mij wel 100 keer dood. Ja. En maar Jerry? Ja? Je kan hier toch niet bouwen, of wel? Okay. Ik wil die mooie diamonds daar hebben. Oké, ik ben bij Harold trouwens. Oh, bij Harold. Hoe de fuck is Harold? Ja, dat was dus een goede vraag, maar ik kon het net terug tot die Joey even lekker lopen troffen. Oké, en iedereen kon we gaan Harold neerzetten. Oké. Okay. Nou, ik zal even zeggen mensen, dit wordt onze ja, gemeenschappelijke ruimte. Hier komen storage rooms, de gedeelte is er al, alle kisten. Hier wordt alles gesorteerd. Kijk eens, hey. Cracked stone bricks. Oh, mossy stone bricks, ja, waar zal dat wegkomen? Dat laten we jullie zo meteen wel zien. Ja, hier komt deze storage room, hier komen alle bouwblokken, bouwmaterialen, daar komen alle... Hey, ik loop er vast vooruit. Is goed. Hier komen alle andere materialen, zoals papier en ja, dat soort spul, weet je, botten en noem maar op. Hieronder heb ik een... Joey, heb jij dat trouwens al gezien? Hieronder heb ik een mijn gemaakt. Ja, ik zag het. Dat gaat helemaal naar beneden. Dat gaat binnenkort allemaal met... gaan we dat de rails en zo aanleggen. Want dit wordt azen straks. Want al die kisten hier gaat allemaal automatisch. Maar de bovenste verdieping moet er nog op. Er staat ondertussen wel een ender portal. Of een ender portal. What the fuck, een ender portal? Een nether portal. En een... Je loopt al voorop op de zaak, jongen. Ja. Jammer table, maar ja, dat is leuk. Ja, maar ja, als jullie zagen... Ja, ik laat jullie de omgeving nog even zien. We hebben op zich wel een leuke omgeving. Je kunt leuk in die bergen bouwen. Dus hier heb ik genoeg tijgerhout geplant. Ja, nou, dat heb ik dus. Ja, maar ik ben op die berg ook nog bezig geweest, hè. Oh ja. Daarachter. Oh ja, dat is waar. Dat klopt. Dus kijk, dit is dit wordt de story zone. Komt dus nog een typing bovenop. Later gaan we nog een beetje naar beneden graven, zo. Omdat we het wat automatiserend willen maken. Hier staan... onze farmpje een beetje, om zo te zeggen, met allemaal spullen en alles op en aan. Nou, ik moet zeggen, het is best een grote farm. Ja, voor een normale, gemiddelde Minecraft farm is het wel aardig. Maar ja, we breiden het ook steeds verder uit, hè? Ja. Hoe staat het trouwens met de melons? Zijn die al gegroeid of nog steeds niet? Nee, ze beginnen al wel aardig te groeien, zie ik. Ik zie alleen de pumpkins. Misschien moet je een beetje bonen neerdoen. Ja, maar hier, ik heb ze hier geplant, Joey. Ik heb gisteren toevallig kwam ik een mineshaft tegen. En ja, nou ja, dan kan je dingen mooi planten, hè? Hey. Zo is opgevallen dat je heel vaak melons vindt in een mineshaft. Ja, maar pumpkins ook, weet je dat wel? Nee. Sugar cranes heb ik trouwens ook geplant. Sugar cranes of sugar canes? Of sugar canes, goeie. Moet ik even denken, waar is de ingang? Want dan laat ik jullie even zien waar wij dat steen natuurlijk hebben weggehaald. Yeah. Volgens mij meten de meeste mensen inmiddels nu wel. Crackstone, mossy stone, iedereen weet wel. Ja, wij waren zo... Ik en Joey gingen ergens wonen, zeg maar, mooi. En dan komt Jerry aan. Ja, ik heb een leuk plekje. Ah, ja, dit. Nou, veel leuke mooie vlakken zijn er vooruit. Dan gaan wij er ook naartoe. Maar leuk, ik loop in mijn binnen. Ik zie wat speelt, maar ik ga weer omhoog. En ik ga verder bouwen. En dan komt Jerry aan. Pompidompidom. Graven, pompidompidom. Graven, pompidompie. Je kan het ook gewoon minen, jongens. Bitch. En toen vonden wij dus dit. Dit? Ja, je moet even kijken hoe je naar boven moet graven. Oh, wacht, ja, je hebt het bordje al kunnen lezen, maar hier kan je dus nu naar boven. Ja. En toen hebben we dus dit gevonden. Ja. En dat was heel leuk, want we hadden dus allemaal deuren eromheen geplaatst. Ja, en weet je waar die heen gaat? Die gaat hier naartoe. En waar zijn we dan? In the end. Kijk, waarschijnlijk gaan we dood de Enderman, of valt wel mee nu. Eigenlijk moet ik dan het muziekje er even bij doen, weet je wel. In the end, it doesn't even matter, maar doe ik niet, wat de fuck is dit? Ender farm in aanbouw. Oh ja, er komt hier ook een openbare ender farm. Dat is wel chill. Ja, dat is... Hey, kijk eens achter je. Want daar heb je die tunnel zo weer die er naartoe leidt. Met ijs erin. Alleen dus straks viel ik al bijna naar beneden. Want toen waren ze nog bezig te nemen. Ik ging al heel creatief lopen rennen. Jij wordt schaats om zo te zeggen. Nee, maar we zijn de ender dragon is opgeslagen. Ja, dat is mooi. Dus we kunnen niet hier een deel doen met de ender dragon. Maar...
Holy shit. Eet even slash home, want daar is een Enderman boos op mij. En ik heb niet genoeg spul bij me om te verslaan. You mad, bro. You mad. Ja. Nee, maar kijk, wil je binnenkort, dat is wel een beetje een spoiler, gaan wij met Socialcraft gaan wij naar de end en dan gaan wij de Ender Dragon verslaan. Oh ja, ik weet trouwens wel die plot twist, hè. Nee, grapje. Nee, maar ik heb hem al gevonden. Dus dat komt toch goed. Ja, we gaan hier gewoon weer opnieuw beginnen. We gaan ondergronds wat bouwen, we gaan bovengrond, we gaan hier ijs dingen bouwen. Ik ga vooral bovengronds wat of onder de grond wat bouwen. Ja, ik ga het vooral beide een beetje. Ik wil sowieso eerst hier in de bergen wat bouwen, dat we dit echt een beetje gaan claimen, om zo te zeggen. Maar je mag niet claimen in de DHD-server. Nee, dat mag... Nou, we mochten wel in de Malendin-wereld mochten we claimen, terwijl er een regel staat van je mag niet claimen. Ja, maar er staat ook nergens een regel dat je geen... dat was dus heel fit gegate. Ik dacht dat we dus die Enderportal gevonden hadden. Dachten wij, we gaan even lekker natie doen. En we plaatsen even allemaal trapdoors en deuren eromheen, weet je wat, dat niemand erin kan. En de volgende dag komen we online en toen hadden ze dat hele mooie werk van ons even opgeruimd. Ja, mochten die. Nou, dat wisten we niet. Maar ja, dat is gewoon gebeurd. Maar dan vraag ik mij eens af, Jerry. Hè. Nou, je mag niks claimen, maar je mag wel een huis bouwen. Als wij dat zeggen, hè, wij willen gewoon van dit complete grote eiland willen wij één huis maken. Dat zou een uitdaging zijn. Hoe bedoel je van een compleet groot eiland? Gewoon over dit hele stuk, weet je wat een compleet soort eiland dit is? Als we dan een compleet groot huis maken, hè, weet je wel, met dokjes van 1000 by 1000. Dat zou een uitdaging zijn. Hey, maar je mag hier gewoon claimen, alleen het punt is, je mag de endportal. Je mag de endportal niet voor je eigen claimen. Nee, de endportal die moet openbaar blijven, maar dat heb ik dus nu heel slim opgelost. Wat ik dus doe, is gewoon een troonzaal, waar dat in komt. Ik wil niet al te veel vertellen alvast, maar ik ga het gewoon vertellen. Hou gewoon mijn kanaal in de gaten, zie je het wel. Vertel er niks meer over. Één ding wel, dat openbaar blijft. Ja, okay. Hoe meer likes op deze video, hoe vaker natuurlijk we deze video's gaan maken en hoe sneller jullie aan die ideeën zien te komen. Of tenminste, hoe sneller jullie het te weten zien te komen. Of zo. Wat te weten zien te komen? Ja, dat zie je dan wel, hè. Hey, maar Jerry. Ja. Ik heb hier iemand gevonden in de end. Ja, nou, dat kan best, hoezo? Ja, er is nog een portal. Er zijn drie portals, hè? Ja. Ja, dat is wel... Ze zijn nu ook alle drie gevonden. Wij hebben er één. Wie had er nog meer eentje? Daar bij de Spleef Arena zat ook één. Ja, maar wie had die gevonden? Voor mij, ik dacht Hardstyle. Sander heeft dat gevonden, ja. Oh ja. Even kijken, en wie had er nog meer dan? Er was er vandaag nog eentje, namelijk één gevonden. Ja. Maar Joey, je bent wel aardig stil geweest. Heb jij er wel weer even zin in om opnieuw te beginnen? Ja, je had volgens mij, in die andere had je volgens mij nog niks gebouwd, want ik had jouw huis gebouwd. Wat? Heb je een huis dan? Jij had daar een huis, ja, hier dan niet. Hier komt later. We gaan eerst een storage room maken, dat is het belangrijkste. Nou, in ieder geval, ik heb de grond uitgehakt. Laten we het daarom houden. Ja, oké, dat is zo. Je bent druk bezig met mij aan het helpen met dit gedeelte, dat kan goed. Maar ik heb ook, wat ik zeg, ik zit nu op 137 abonnees. Ik heb al gezegd bij 150 abonnees. Heb je 137 abonnees? 137 abonnees heb ik. En bij 150 abonnees gaat Laurens bungee jumpen vanaf de... wat gaan we eens verzinnen? Euromast. Ik weet niet of dat kan überhaupt, maar dat maakt niet uit. Ik heb voor mij het heen en weer gekregen. Nee, bij 150 abonnees ga ik een invite weggeven voor de DHD-server. Dus dan kan jij op de DHD-server komen. Hoezo, heb je een invite-boek dan? Die kan ik regelen, hè. Oh ja. Alles kan geregeld worden. Maar ze zijn geloof ik bezig met een nieuw systeem nou, dus. Maar dat is nog helemaal wachten. Maar ja, je maakt er kans op. Dus dat is... Maak ik ook kans op een invite? Natuurlijk, hè. Hey, iedereen maakt kans op een invite. Zelfs als je op een server zit, je maakt kans op een invite. Hey, yes, dat is wel mooi, heb ik een dubbele invite. Dat vind ik ook. Maar mensen, ik wil bij deze de aflevering, de DHD survival serie gaat er verder. We gaan weer druk bezig en het wordt weer gezellig samen met de one and only Joey. Ja. En ik dan. En samen met Paramount Jerry. Jee, bitch. En het gaat helemaal goed komen. Abonneer trouwens ook even op Joey. Ik zet zijn kanaal even onder in de beschrijving. Abonneer gewoon even op hem, weet je wel. Hij uploadt van alles en nog wat. En waar upload ik ook alweer? Ga je ook op een DHD trouwens recorden, Joey, voor jezelf? Ik zit nog over na te denken, maar waarschijnlijk wel. Hey, gewoon doen, DHD is populair. DHD is populair. Kijk, mensen op je kanaal, dat helpt je wel. Nee, dat zou ik maar gaan doen. En zeker als ik meedoe in de serie, want ik ben ook populair. Ja, Jerry is een eyecatcher. Dat geef ik toe. Dat komt helemaal in orde. Maar mensen, ik zeg bedankt voor het kijken en later! Later!